Een nieuwe ochtend op het zomerkamp. Na het vertrek van Kimberly weten de 7 overgebleven dames dat ze hun best moeten blijven doen om indruk te maken op Harry. Daarom willen ze niets liever dan op date met hem. Ik ben een van de enigen die nog niet hem veel heeft gesproken. Eigenlijk bijna helemaal. Maar dat wilde je dan toch? Alleen bij de ontmoeting. Dus jij is misschien alleen maar beter. Hij heeft nog niet eens met je gepraat en je bent nu nog steeds. Snap je? Ik hoop dat het nu tijd is voor mij, dat ik eigenlijk aan de beurt ben. Ik heb me totaal niet kunnen laten zien hoe ik ben, wie ik ben, hoe ik doe. De dames weten allemaal dat ze hier niet zijn voor de gezelligheid, maar voor maar één ding. We zijn hier allemaal voor één doel en dat is om het vrouwtje te worden van Harry. Ze is een kruidenboter, hè? Wat dan? Ze droge dingen eten. Ze zegt, hoe heet dat geen mayo hier? Ah. De ogen ketchup. Nou, vis op drogen. Wat vinden jullie ervan dat ze weg is? Dat is wel de bedoeling, anders zitten we hier voor niks. Ja. Ik vind het wel lullig, maar ik denk ook weer zo, ja, je weet wel voor je eigen hebt aangemeld, toch? Ik denk dat Cassidy vooral hoog van de toren blaast, omdat ze... Ja, ze vinden het natuurlijk vervelend dat ze nog niet op date is geweest. Ze is nog niet gekozen door Harry. Ja, ik zeg jou heel eerlijk, ik had ook eigenlijk niet verwacht dat ik zou afvallen. Dat was wel een shocker voor mij geweest. Zou afvallen? Ja, dat ik zou weggestuurd worden. Dat zou ik niet verwachten. Oh, zo. Nee, ik heb niet veel concurrentie gezien, nee. Nee. Goedemorgen, dames. Hebben jullie lekker geslapen? Ik in ieder geval wel en heerlijk gedroomd. Soraya, heb je zin om met mij op pad te gaan? Ik hoop het. Soraya! Ik zei het. Oh, ik ben zo blij dat ik op date mag. Ja, ik heb er super veel zin in om hem beter te leren kennen. Soraya kan haar geluk niet op. Ze mag eindelijk op date met Harry. Ik ben echt wel heel zenuwachtig. Dit is mijn eerste 1-op-1 met hem. Hallo. Hi. Hoe is het? Goed met jou. Goed zo. En ik hoop dat de klik er is en dat de vonk misschien overslaat. We hebben nog niet echt veel gepraat, dus dacht regelen van bootje. Heel leuk. Kan ik eens beter leren kennen. Ja. Nee. Ja, Soraya is een hele mooie en knappe meid. Mooi slank, lange haren. Ja, qua uiterlijk zit het goed. Alleen even kijken hoe die meid qua innerlijk is. Terwijl Harry zijn vaarkunsten toont, maakt Cassidy zich druk of haar concurrent Soraya wel eerlijk is tegen hem. Soraya draagt wel een groot geheim met zich mee, vind ik. Ja, geheim. Het is wel iets wat iemand hoort te weten als je met iemand gaat daten, vind ik. Ze heeft een kind, snap je? En ik vind als je een kind hebt, dan hoor je te zeggen tegen die man. Maar ik denk dat Harry niet voor iemand anders kind wil zorgen of überhaupt daar tijd voor heeft om dat te doen. En wie weet wat er allemaal ter sprake komt tijdens zo'n date met Harry en Soraya. Je bent kapster, toch? Ja. Vrouwen of mannen? Mannen, vrouwen. Opscheren, tribals, extensions, kleuren, baarden. Baarden? Baarden. Oh, baarden, ja, daar heb ik geen last van. Ik heb niet zo'n maat. Oh, dit? Een beetje. Ben ik een half jaar al bezig. Zo lang is, ja. Niet alleen Harry wil de dames beter leren kennen. Zus Milana komt een kijkje nemen in de zomerwagen. Maar haar valt meteen al één ding op wat in de reizigerswereld meteen absoluut een no-go is. Goedemorgen. Hoi. Is het lekker geslapen allemaal? Heerlijk. Ja, gelukkig. Viel me trouwens een klein dingetje op. Dat een paar van jullie nog schoenen aanhouden bij in de wagen. Wij doen altijd de schoentjes uit. Dus probeer daar een beetje op te letten. Schoenen uit in de wagen is een must. Nummer 1 waarop gelet wordt. Ja, niet iedereen die het weet. Ja, dat was eigenlijk niet zo'n slimme zet. Dat was echt niet slim. Ja, ik ben best wel blij dat ik 1-op-1... dat we date hebben. Want ik heb een zoontje. Dat dacht ik al. Ik dacht, je moet gewoon het juiste moment weten natuurlijk. Ook omdat ik bij mezelf dacht van ja, het kan je afschrikken. Hoe oud is hij? 4. En hoe heet hij? Giano. Kinderen is het mooiste wat er is. En als je moeder bent of vader bent, dan is het gewoon van oké, je kiest voor mij, maar dan kies je ook voor mijn kind. En dat waardeer ik gewoon als je zo praat. Ik heb er wel respect voor dat je gewoon meteen zegt van nou, ik heb een zoontje. Toen ik je leeftijd hoorde en ja, een beetje wat dingetjes van je zag, dacht ik al van dat je een klein had. Maar ik had het niet gevraagd. Ik dacht van je komt er zelf van mij. Ik heb ze vroeger zelf altijd geroepen van ik wil het liefste geen vrouw die al een kind heeft. Maar ja, dat kies je niet voor. Als je op een gegeven moment verliefd op iemand wordt en je hebt een dochter of een zoontje, ja, dan zei je het zo. Daar kan je niks aan veranderen. Life. Ja, het is leven. Kom je alleen om slecht nieuws te brengen? Ik heb ook iets leuks voor jullie. Er gaan een paar weer op groepsdate.
En wie vandaag op groep C mogen zijn Cassidy en Rilana. Oh, leuk. Nou, gezellig. Nou ja, ik wens eigenlijk heel veel plezier. Nee, ja, ik ga eindelijk op date en ik ben er super blij mee. Intussen haalt Soraya nog één keer alles uit de kast om te bewijzen dat zij Harry's droomvrouw is. Ik ben heel zorgzaam. Ik kook elke dag. Ja, je maakt schoon, je ruimt op. Dus ja, ik ben echt een moederlijk type. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk van oké, maar dit is toch wel eigenlijk iets wat je zoekt in een vrouw. Die stabiliteit, dus dat is wel aantrekkelijk. Laten we nog één keer proosten. En dan gaan we denk ik zo terug, want het begint een beetje koud te worden. Ja. Proost. Proost. Ik hoop dat ik vanavond mag blijven. Dat hij mij nog beter wil leren kennen en dat ik hem snel weer mag zien. Ik kan denk ik wel zeggen na deze date dat ik hem wel leuk vind. Ja. Maar daar denken Cassidy en Rilana net zo over. Zijn jullie zenuwachtig? Ik hoop wel dat het alcohol is. We hopen cocktails. Als je maar een plezier hebt. Ja, ja, daar gaat het om. Ja. We gaan het gezellig maken. Ja. Nou, bye bye. Doei. 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 Hoe is het? Goed. Met jou? Ook goed. Hey, hoe is het? Goed, met jou? Goed. Mooi. Ik dacht, neem Cassidy en Rilana mee. Die heb ik allebei nog niet op date gehad. En nog weinig mee gepraat. Dus ik dacht van, nou, laat eens even kijken. Hoe die meiden in elkaar zitten. Ik dacht, we gaan vandaag eens lekkers doen. We gaan lekker chocolademarons maken. En we trainen hard, maar mag af en toe wel een beetje gesnoep worden. En elke vrouw over chocolade. Jij bent wel allergisch chocolade. Nee, grapje. Op het zomerkamp komt Soraya intussen stralend terug van haar afspraakje met de hengst. Hallo. Hey, hoe was het? Ja, het was heel leuk. Ja? Ja. Is er gezoend? Nee. Ja, heb je een beetje hoogte van hem gekregen? Ja, zeker. Ja? Ja, ik ben echt opgelucht dat ik op deze rust gesteld voor vanavond. Ja en nee, het blijft gewoon heel kritisch. Cassidy lijkt heel goed te begrijpen waarom Harry haar en Rilana mee op deze date neemt. Ik denk dat Harry iets heeft met chocola omdat hij weet dat bij vrouwen geld maakt. Ik ben altijd geil, ik heb er geen chocola voor nodig. Ik ben gewoon van mezelf, als ik zin heb, heb ik zin. Is dit dan om te gieten? Je doet het met deze. Ja. Doe je zo en dan zo in het hartje. Cassidy is wel gewoon een knappe meid, daar kom ik gewoon niet onderuit. Gewoon een lekker wijf om te zien als je zo kijkt. Ja, gewoon een geil wijf. Ja, lekker is ze zeker, maar of Harry ook op zoek is naar een babbelbox? Als ik stop met mijn werk, wil ik wel dat mijn vent meer verdient. Anders ga ik niet thuis zitten lopen poetsen. Bij mij moet je wel gewoon echt tegen jaloezie kunnen. Want ik krijg veel aandacht, snap je? Dat is gewoon zo. Dat is gewoon lullig. Maar ja, daarom heb ik ook een vent nodig die dat ook heeft, want dan valt het niet op. Ik ben heel anders dan andere meiden, snap je? Ik moet gewoon een man hebben die druk is, die de toekomst heeft. En die wel groot is. En ik hou ervan als een man aandacht heeft, waarom dan weet ik dat ik iets knaps heb, snap je? Ik merk wel dat Rilana een beetje terughoudend is als Cassidy erbij is. Want Cassidy is heel aanwezig. Ja, ik ben wel een spontane, drukke meid. Dan moet je maar tegen kunnen. Of je moet ze saaien willen. Ja, ieder zijn dingen. Ik weet niet echt of ik specifiek de aandacht trek van Harry. Ik ben niet altijd de haantje de voorste met dingen vertellen. Dus ik wacht meestal wel af. Wat heeft jullie nou eigenlijk gemaakt tot de persoon die jullie de dag van vandaag zijn? Ja, begin jij maar. Waarom ben je zoals je bent nu? Ja, ik ben met heel veel liefde opgevoed. Vooral door mijn moeder. Vader was binnen een paar jaar niet meer in beeld. En is onlangs ook sowieso al een tijd overleden. Dus mijn moeder heeft me eigenlijk heel veel liefde gegeven. Daarom is mijn moeder ook echt mijn alles. En, ja, dat ken ik. Ja, zie je, dat is kut, hè? Waarom is gewoon kut? Ga hem. Ik denk dat Harry best wel beschermend is. Als hij echt iemand lief hebt, dat hij gewoon een beschermend persoon is. Ja, het is natuurlijk ook gewoon de cultuur en de mannen zijn gewoon zo. Rilana, mag ik je even meenemen? Zeker, ja. Tuurlijk. Nou jongens, ik ga dan mijn eigen maar gewoon bezatten. Cheers to that.